Björn, het leek voor jou een heel goede middag te worden. Enkele knappe reddingen gedaan. En dan uiteindelijk ja, op een lullige manier misschien die 1-1 nog moeten incasseren. Hoe voel jij je na dit gelijkspel? Ja, billig. Hè. Eerst en vooral als je op Sint-Truiden 1-1 komt gelijkspelen. Wat hun ook een sterke troef was, die dat kunstgras. Dat is een meerwaarde voor hun. Als je op voorhand zegt van 1-1. Ga je tevreden naar huis, maar ik had het gevoel, vooral ja, ik zat heel lekker in de wedstrijd en vanachter zat het redelijk goed in elkaar. En ik zeg, ik dacht hoe langer de tijd vorderde, we kunnen die 0 houden, had ik zo het gevoel dat die drie punten gingen kunnen een beetje stelen op 0-2 ongeveer. Maar goed, we moeten ook eerlijk toegeven, onze goal was ook wel een beetje lucky. Dus dat dwing je ook af en Sint-Truiden heeft de tweede helft afgedwongen. Dus ik heb het gevoel dat ze elke Antwerp sterke eerste helft, Sint-Truiden sterker tweede helft. Ik denk billig gelijkspel en iedereen tevreden naar huis, denk ik. Ja, we eindigen de eerste periode met 21 punten, van de 30 punten dus. Vanaf volgende week begint de tweede periode, meteen tegen Brussel, daarna tegen Westerlo. Hoe is jouw gevoel daar? Je moet niet vergeten dat we 21 op 30 hebben, met 80% nieuwe spelers. Je hebt 4 of 5 toppenploegen al gehad. Dus je moet enkel nog, met alle respect voor andere teams natuurlijk, je moet enkel nog Westerlo uit. En dan heb je de eerste 12 wedstrijden, heb je alle titelkandidaten op papier heb je allemaal gehad. Toch haal je met een heel nieuwe selectie, een heel nieuwe ploeg, 21 op 30. Het kan alleen maar groeien, maar nu moeten we ons niet meer verstoppen. De tweede periode vol aan de bak. En als we kunnen blijven een serie neerzetten zoals nu, maar nog iets meer efficiënter, ja, dan moet die tweede periode, ik kan niet zeggen dat we die gaan winnen, want dat is nooit voorspelbaar. Maar je moet gewoon weer in die top 2, top 3 eindigen. En dan blijf je sowieso bovenin meedraaien. En dat moet onze ambitie zijn. Dus laat ons maar verder doen en maar bezig zijn. Mensen zien goed voetballend Antwerp. Ze zien een strijdend Antwerp. Anders kan je de tweede helft in Sint-Truiden, als je onder druk staat, dit niet opbrengen. Dus ik heb er een goed gevoel bij. Laat ons maar doen. Het seizoen, de prijzen worden op het einde van de meet uitgedeeld. Dus we zien wel. Over strijdlust gesproken, na de wedstrijd zagen wij jou ook nog even afgeven zogezegd, op andere spelers. Waar ging dat juist over? Nou, afgeven is een groot woord. Ik denk dat gewoon iedereen tot de conclusie kwam dat het een goal was dat ik misschien één keer in mijn carrière ga tegenkrijgen. En ik denk dat het vooral daarover ging. Maar ook het feit dat we onderling zeiden dat de tweede helft dat we niet meer balvast waren, dat de linies te groot waren, dat we daar onder druk kwamen. Ik denk dat het meer daarover ging. Maar natuurlijk, ik wil ze zo snel mogelijk terugzien, die goal. Want vooral ik besefte dat die goal dat hem in zijn netje lag, ik wist ook niet wat er gebeurde. Dus daar ging het meestal meer over, denk ik. Ja, slotvraag dan. Jij bent iemand die de supporterscultuur enorm kan appreciëren. Heb jij het filmpje al gezien van onze fans die een nieuwe lied hebben gemaakt? Ja, ik denk dat er heel veel appreciatie vanuit de kleedkamer kwam. Ik heb het van een paar mensen doorgemaild gekregen. Ik heb het laten zien, ook andere jongens kwamen mee op de kleedkamer. En ik denk dat er heel veel respect wordt uitgesproken van de spelersgroep voor dit te mogen brengen. Hey, dat ze dit gebracht hebben. Dus je merkt ook vandaag weer, dus je ziet aan die gasten dat het leeft. Hè. Ze komen terug, alle Antwerpenaren zijn vier. Na 10 jaar hebben ze het gevoel dat, wat zeggen ze, this is our year. Dus laten we hopen voor die mensen. Door zulke filmpjes krijgen wij nog meer inspiratie en nog meer motivatie. Voor door een muur te lopen voor die mensen. En daar zijn we mee bezig, dus respect voor die mensen. Antwerpen leeft, dat concluderen we. Bedankt Björn, tot volgende keer.